Het gaat niet goed met het klimaat. In de zee zwemt bijna meer plastic dan vissen. Al die auto's, vliegtuigen en fabrieken zorgen niet echt voor de schone lucht. Wat zou er gebeuren als we nog jarenlang zo doorgaan als nu? Hallo mensen, heeft u een keuze kunnen maken? Ja. En wat zou u dan graag willen hebben? De soep van de dag. En wat willen jullie? Doe ons ook maar de soep van de dag. Oh ja, lekker. Oké, dat gaan we regelen. Bij niet de soep van de dag. Nou, soep van de dag. Deze plastic soep hadden we gisteren en eergisteren ook al. Jongens, ik heb een verrassing. We gaan naar de dierentuin! Yay! Mama, mama, waar zijn de dieren? Oep, kijk jongens, een aap. Mag ik hem volgen? Maar mama, die gorilla's zijn toch al lang uitgestorven? Ach, kom op nou! Jongens, jullie mogen naar buiten, maar niet naar de speeltuin. Daar ligt te veel troep. Zullen we toch even op de schommel? Het mag eigenlijk niet, maar we doen het toch. Ja! Jongens, ik zei nog, ga niet naar de speeltuin. Maar dat is nu te laat. Maar we willen spelen. Gelukkig is het allemaal nog niet zo erg. Maar goed gaat het zeker niet. We moeten de wereld veranderen door bij onszelf te beginnen. Zorg dat je afval scheidt, zodat het gerecycled kan worden. Of gebruik minder plastic. Gooi geen afval op straat of in de natuur. Gebruik vaker de fiets. In plaats van de auto. Alleen samen houden wij de wereld schoon. Doei!